Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. We hebben vandaag natuurlijk de Q&A en zoals jullie wellicht zien is de cam kwaliteit beter dan de vorige video. En dat heeft ermee te maken dat ik dit opneem met mijn iPhone. Ik dacht ik probeer dit gewoon. Het is ook, ik kijk ook een beetje omhoog. Als ik nu naar mijn scherm kijk kan ik die vraag voorlezen. Nu kijken we naar mijn mobiel. Dat komt. Mijn mobiel staat bovenop mijn scherm. En daarom is het misschien net even iets anders. Maar hey, volgens mij is de kwaliteit beter. En dat is natuurlijk iets wat we allemaal willen. Goede kwaliteit, want ik ben zo sexy as fuck. Damn! In ieder geval mensen, de Q&A. We gaan er lekker mee beginnen. Mocht je er zin in hebben, klik natuurlijk op als een like. En op de achtergrond in gameplay volgens mij van Crazy Walls. En ja, laten we lekker gaan beginnen. En de eerste vraag komt van Jaguli. En dat is, drink je alcohol? Ja, het is niet dat ik er tegen ben of wat dan ook. Ja, maar niet dat ik het dagelijks drink. Maar ja, ik heb al 3 keer jaren gezegd. Even vraag van Duffy, voor mij heb je wel... We gaan door naar vraag 2. Die is van Guido. Wat is je favoriete Minecraft mob? Ik denk een baby koe of zoiets. En dan puur omdat ze er grappig uitzien. Weet je, dat zijn van die kleine dieren. Die hebben zo'n ontiegelijk groot hoofd. Dat is gewoon cool. En natuurlijk door mijn nieuwe mod video. Minecraft mod video. Die ik gisteren heb geüpload. Nou, vind ik toch een unicorn. Of die My Little Pony. Die vind ik het leukst. Dus ja, die. Even kijken. De volgende vraag is van Mucky. En die vraagt. Wanneer ga jij op bed? Serieus, dude? Serieus? Ik ga veel te laat naar bed. Laten we daarop houden. Dat is vaak diep in de nacht. Ik zit nu naar mijn klok te kijken. Of naar de dingen te kijken onder die scherm van. Even kijken hoor. Maar ik ga veel te laat naar bed. Dat is één ding wat zeker is. Het is vaak diep in de nacht. Kom, zijn we gewoon op Teamspeak. Zijn we aan het gamen. Het is ook vaak zo. Dan zijn we op Teamspeak. Uurtje of 2, 2:30. Komt David langs. Yo, doe je mee met League? Nou, sure, why not. En dan voor je het weet is 4 uur, 5 uur. En dan zeg ik veel te laat. Veel te laat. Maar goed, maakt helemaal niet uit. Op wat van meiden val je het meest? Dit wordt een leuke vraag. Ik zal wat in beeld laten komen. Dit. Natuurlijk, dit zijn artiesten. Maar dit is natuurlijk. We gaan door naar de volgende vraag. En dat is Q&A. Speel je nog meer dan Minecraft en GTA? Ja, ik speel meer dan Minecraft en GTA. Ik speel League of Legends. Mag ik natuurlijk al die spellen gaan opnemen. Wacht even op mijn bureaublad spieken zo ondertussen. Want dat kan natuurlijk nu ook gewoon. Ik speel Battlefield, Drift Games, Counter-Strike, de GTA, Minecraft, League of Legends. Wat heb ik allemaal nog meer op staan? Een soort van Age of Empires-achtig spel staat erop. En waarschijnlijk nog heel veel andere spellen op Steam die ik nu gewoon vergeet op te noemen. Maar genoeg spellen eigenlijk. Alleen puur op YouTube is het Minecraft en GTA. Omdat mijn kanaal daar nu op is afgestemd of zo, zeg maar. Dus vandaar dat ik niet kies om andere spellen op Duffy Games zelf nog te gaan uploaden eigenlijk. De volgende vraag. Duffy, hoeveel liter kaas eet jij? Heb je ooit doping gebruikt? Kappa. Weet ik veel hoeveel liter kaas ik eet? Of hoeveel liter of kaas? Wat maakt überhaupt niet uit die vraag? Weet ik veel. Elke dag 10 kilo kaas. Fuck it. En heb je ooit doping gebruikt? Moet ik dan denken aan daadwerkelijk doping als met wielrennen of zo? Of met voetbal? Dan nee. En drugs of wat dan ook? Nee. Dus nee. Duffy, ben je saai, man? Ik weet het, mensen. Q&A, wat voor muziek luister je? Ik luister voornamelijk rap. Vind ik gewoon chille muziek. En dan niet Nederlandse rap. Ja, natuurlijk hier en daar wel eens een Nederlands nummer. Maar toch meer een Kanye West, een G-Eazy, een Tupac. Gewoon dat soort muziek vind ik gewoon fijn. Maar ook heel erg veel gewoon radio. Gewoon Radio 538 staat eigenlijk... Eigenlijk als ik aan het gamen ben, staat eigenlijk altijd 538 zo'n beetje aan. Of gewoon, ja, rapmuziek. Dat dus. Oké, de volgende vraag. Duffy, zou je liever al je zoekgeschiedenis uit heel je leven aan je vrienden slash familie laten zien of op een vulkaan gaan wonen? Ik neem aan dat jij dan bedoelt dat die vulkaan daadwerkelijk actief is. Hè? Dus dat er nog lava uitkomt, et cetera, et cetera. Dat is toch een dodelijke kwestie wat dat betreft. En ook al die stoffen die daar vrijkomen. Dus ik zou gewoon mijn zoekgeschiedenis aan mijn vrienden slash familie laten zien. I don't give a damn. Dit is maar wat dingen heb opgezocht. Puur opgezocht. Wanneer ga je weer met Dylan de zaakjes in Rotjochie opnemen? Ik denk wanneer hij terug is van vakantie. Hij is natuurlijk nu op wintersport, dus dat kan nu niet. Maar ik denk wanneer hij terug is en hij is weer even weer in de vibe gekomen, dan... ga ik zeker met hem opnemen. Dat is altijd gezellig met hem. Dan de volgende vraag. Ben je vroeger ooit gepest? Nee, gelukkig niet. Pest is iets wat walgelijk is. Ik heb het er eigenlijk nooit in de video over. En dat is meer mee te maken. Of in video's over. Omdat ik zo zeg van... Pesten is zoiets negatiefs. Terwijl het eigenlijk heel goed is om erover te praten. Maar ik vind het zo negatief. En ik krijg altijd zo'n nagevoel van. Dat ik denk van... Weet je, ik wil daar niet eens over hebben. Maar ik weet het. Het is eigenlijk best wel belangrijk om het erover te hebben. Dus... misschien moet ik ooit een video over maken. Maar ik ben zelf gelukkig nooit gepest. En ik mag hopen voor jou en elke kijker hier bij mij. Dat het ook niet zo is, alleen ik weet en ik lees ook wel eens dat sommige kinderen gepest worden. Maar als je erover wil praten, hey, stuur gewoon een e-mail en we kijken, lezen en reageren en dat soort dingen. Dus, dat kan. Terwijl ik nu jeuk op mijn haar. Oh, dat is interessant voor de camera. Even kijken, Q&A. Vraag voor de Q&A. Hoe kwam je op het idee om een Q&A te doen? Doordat er dus op het moment de laatste 3, 4 maanden zijn er zo'n
25.000 nieuwe mensen bijgekomen op de V-Games. Had ik zoiets van... Zoveel van deze mensen weten niet echt iets over mij. Ik wil niet zeggen dat anderen wel veel van mij wisten, maar meer dan de rest. En ik ben altijd een beetje, heb je een vraag? Doe het lekker in de reacties, ik reageer er wel op. Alleen, op een of andere reden, dat de mensen toch zoiets van, nee Duf, we willen een Q&A. We willen gewoon, weet je, gewoon een vraag, iets hebben waar we veel vragen kunnen stellen. En dat vinden we makkelijk, dus vandaar een Q&A. Dat is eigenlijk heel de reden. Volgende vraag. Duffy, hoe laat ga je niet naar bed? Nou, niet voor 12 uur. Dat is sowieso één ding wat zeker is. Dat gewoon niet. En dan de volgende. Goed, de volgende vraag. Hoeveel bananen heb jij in je fruitmand liggen? Q&A. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb gisteren een banaan gegeten. Dat was de laatste. Dus nul. Er liggen wel kiwis in trouwens. Mocht je de informatie willen hebben. Volgende vraag. Q&A. Wil je liever een kappenauto of een dikke BMW? Nou, ik ben serieus echt BMW fan. In de zin van, ik vind BMW's mooie auto's. Ik kan er bij wijze van bij weg kwijlen. Dus sowieso een dikke BMW. En dat is ook iets wat ik later gewoon... Later, dat klinkt echt alsof ik zo'n kind ben van zes. Dat is even later als ik groot ben. Maar ja, dan wil ik wel een dikke BMW. En ja, weet je, waarom niet? De vraag. Hoe oud denk je dat de gemiddelde kijker is? Ik denk een jaar... een gemiddelde. Dan denk ik nog een jaar of 14, 15. Denk ik. Maar het kan ook zomaar zijn dat het toch meer 13, 14 is. Maar natuurlijk zit ook uitblinkers in. Er zijn mensen aan 10. Er zijn ook mensen die zijn veel ouder. Er zijn ook mensen die zijn, net als mij, volwassen. Maar ik denk toch wat gemiddelde 14, 15? 13, 14, 15? Dat ongeveer. Ik denk dat soort mensen tegenwoordig heel veel op YouTube zitten. En vooral gamevideo's kijken. Volgende vraag. Duffy, waar ga je op wintersport en wanneer? Ik ga altijd naar Oostenrijk. De afgelopen jaren zijn we eigenlijk naar het Hoogsiedertal geweest. Kaltenbachstoom, Google het maar. Daar kom je achter waar het is. En wanneer het liefst buiten de vakanties, buiten schoolvakanties. Omdat het dan een stuk rustiger is. Zowel op de piste als op de autoweg ernaartoe. Dan denk je van, ja maar Duffy, jij rijdt niet. Want ik heb geen rijbewijs voor mensen die het weten. Klopt, alleen je merkt het verschil heel erg met... natuurlijk, je let mee als in de auto. Je let toch op een of andere manier mee met het verkeer. Ik tenminste. En je merkt gewoon dat het een stuk rustiger is. Dus je kan veel lekkerder doorrijden zonder dat je eigenlijk last ervan hebt. En dat is super chill. Poets je je tanden? Nee, ik doe dat altijd met zo'n schuurmachine. Dan ga ik zo daar zo overheen en dan worden ze wit. Tuurlijk poets ik mijn tanden. Volgende vraag. Volgende vraag. Met wat neem je op? Met wat edit je 2 What's 9 plus 10? Nou, 9 plus 10 is 21. Dat weten we allemaal. En ik neem op met OBS en dan ja, nu mijn een iPhone. Terwijl ik trouwens even OBS op mijn andere scherm erbij wil hebben. Zo op het even. Ik had het makkelijk om te weten of je nog aan het opnemen bent. En met editen doe ik tegenwoordig. Ik ben overgeswitcht van Sony Vegas naar... Wacht, hoe heet het eigenlijk? Even spieken. Sony Movie Platinum Studio Platinum. Sony Movie Studio Platinum. Zo heet het. Als je Sony Vegas kan je dat ook. En het is voor mij een beter editprogramma omdat ik hiermee kan renderen op mijn videokaart. Ik heb een 970 GTX Strix Bubblepup erin zitten. Daarmee kan ik dus renderen op mijn videokaart, waardoor ik dus 60 fps kan renderen. Ondertussen kan gamen en doen wat ik wil in plaats van op de CPU. En dat is echt super chill. Goed, de volgende vraag. Guido, welke headset heb jij? Nou, ik heb hem op. Dus zoals je kan zien, dat is de... Dat is mijn headset. Dat is de Logitech G430. Destijds was die €80 of zo. En ja, het is gewoon 7.1 Dolby Surround Sound. Dat is super chill eraan. Hij zit ook lekker. Dus ja, dat is de headset die ik gebruik. En dan de laatste vraag voor vandaag. Wat is je cupmaat? Ongemakkelijk dit. Dat was het dan mensen, de Q&A. Mensen, ik hoop dat iedereen de Q&A weer leuk vond. Ik weet ook niet of de video al is afgelopen in de zin van de gameplay. Zo nee, dan ga je natuurlijk nu nog even lekker een stukje gameplay bekijken. En zo ja dan. Mensen, ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van de Q&A, deel 2. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet niet even om een like aan te klikken. Vergeet natuurlijk niet om op abonneren te klikken. Als je nieuw bent, laat ook gerust wat in de reacties achter. En ik hoop je natuurlijk allemaal de volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Later mensen.